De rechtbank in Arnhem heeft een 56-jarige vrouw uit Elst dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar. De vrouw heeft haar man met een bijl doodgeslagen en hem daarna in de kruipruimte van hun woning in Elst verborgen. De vrouw vertelde verontruste familieleden van haar man en de buren ondertussen dat hij haar verlaten had. De straf is 4 jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie 2 weken geleden. Na haar celstraf komt de vrouw onder toezicht te staan. Dan moet worden beoordeeld of ze kan terugkeren in de maatschappij. Voor de 3e week op rij organiseert vakbond FNV een staking voor werknemers van NXP. Na een 24-uur staking en een 48-uur staking leggen dit keer de nachtploegen het werk neer. De cao-onderhandelingen tussen FNV en NXP zijn vastgelopen en voorlopig zit er nog geen beweging in. De aankomende staking die gaat inderdaad vanavond om 21:15 beginnen. Die duurt tot morgenochtend 18:45. En dan de volgende nacht gaan ze er weer uit en vrijdagnacht gaan ze er nog een keer uit. Het gaat om ongeveer 40 mensen per ploeg. Een ploeg heeft tussen de 35 en 40 mensen, 45 mensen. En er gaan dus 3 nachtploegen uit, dus dat is 3 keer 40 mensen. Ja, wij organiseren een staking natuurlijk om druk te zetten op de cao-onderhandelingen met NXP om die trachten vlot te trekken, zodat werkgever bereid is om met een beter bod te komen als wat hij tot op heden gedaan heeft. Er zijn gigantische salarisverschillen tussen mensen die op de vloer het werk doen en kantoor versus buitendienstmensen die echt behoorlijke salarissen hebben en ook behoorlijke bonussen hebben en dat soort dingen allemaal. De mensen op de vloer die voelen zich wel eens daarin achtergesteld en dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen. De politie is gisteravond even na 8 uur een zoekactie gestart na een poging tot beroving op de Smalle Steeg in Nijmegen. 2 mannen probeerden een man te overvallen aan de Smalle Steeg. De man sloeg de 2 van zich af en na een worsteling zijn de 2 er vandoor gegaan. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie startte direct een zoekactie en het is niet bekend of er aanhoudingen verricht zijn. Geen boeken lenen, maar zaadjes. Bij de bibliotheek in Wijchen kan dat nu. Daar is een zadenbibliotheek geopend. De zadenbibliotheek staat er pas sinds gisteren. Toch krijgt het een vast plekje in het interieur. We zijn aangesloten bij een landelijk platform, de Zadenbibliotheek Nederland. Mensen kunnen hier zaden inleveren, maar ze kunnen ook zaden meenemen. En we hopen dat als mensen zaden meenemen, ze ook van diezelfde plant weer zaden gaan oogsten en die hier weer terugkomen, zodat we een circulaire werking gaan krijgen. Het is een van onze doelstellingen om duurzaam bezig te zijn. En zo geven we ook iedereen de kans om hun eigen groentes te kweken en een financieel aspect. We werken ook samen met de voedselbank. Dus we hopen dat iedereen zo een kans krijgt om hun eigen producten te oogsten. De zadenbibliotheek staat er pas sinds gisteren. Toch verwachten ze bij de bibliotheek al wel drukte de komende tijd. Het plantseizoen is nu begonnen. Dus we verwachten dat iedereen druk aan de slag gaat in de tuin. En dat ze dus hier hun zaden komen halen en hopelijk zaden ook terugbrengen die ze vorig jaar hebben geoogst. Ik zag net al dat de bakjes aangevuld moeten gaan worden. Dus we hebben werk aan de winkel om het goed gevuld te houden.